weer kijkt naar alweer de laatste aflevering van onze reeks IB Behind the Scenes. Vandaag gaan we meelopen met een zeer gewaardeerde collega en een echte vakman. Zijn naam is Matthijs en hij werkt hierachter in de spuiterij. Gaan jullie mee? Hey Matthijs. Hey. Ik ga vandaag een dag met jou meelopen. Ja, gezellig. Leuk. Hoe lang werk je al bij IB? 12,5 jaar. Geen gein. Wat voor opleiding heb je gedaan om dit werk te kunnen volgen? Eigenlijk heb ik geen opleiding gedaan. Ik ben hier komen werken via het uitzendbureau en ik heb hier alles intern geleerd. Dit is onze droomhok, de hangout corner. Hier drogen we alles wat gespoten is. Er zijn sommige dingen die kunnen wij ophangen en daardoor kunnen we gelijk alles aan twee kanten spuiten. Jouw werk is echt vakmanschap. Waar let jij nou op als je een meubel gaat spuiten? Nou, voordat je een meubel gaat spuiten, moet je er sowieso voor zorgen dat het allemaal goed geschuurd is. Dat je ook gewoon met het schuurwerk let op alle kleine dingetjes, dat elk randje, elk hoekje mooi geschuurd en glad is. Wat is het mooiste meubelstuk wat je ooit hebt gespoten? Dingen voor mijn kinderen die daar heel blij van worden, zoals een bedje of een broodje. Nou ga ik dit even spuiten, dus doe de deur dicht, dan kom ik zo meteen weer bij je. Ja, als je in de cabine bent en je hebt de muziek erbij, dan kun je lekker gewoon doorgaan. Dan maak je ook vloeiende bewegingen. Wat moet een goede spuiter kunnen? Ik denk dat een goede spuiter alles moet kunnen spuiten wat hier wordt neergelegd. Op alle kleine dingetjes moet letten. Als je iets in de cabine hebt liggen, zijn het vaak onderdelen van een hele grote kast of van een grote balie. Dus dan moet je ook kijken van hoe komt een balie in elkaar, hoe komt een kast in elkaar. Hey Matthijs, wat voor meubels heb jij thuis staan? Ik heb thuis vooral zelfgemaakte meubels staan, hier vanuit Image Builders. Kun je zelf natuurlijk altijd iets verzinnen en laten maken. En veel opgeknapte meubels, oude stoelen die ik dan weer helemaal kaal schuur en nu een nieuw kleurtje geef. Dan kan ik ze opnieuw gebruiken. Wat doe je als eerste als je thuis komt van werk? Dan geef ik mijn vrouw en mijn kinderen een dikke kus en dan drink ik een kop koffie. Hey Matthijs, waar ben je nou het meest trots op? Het meest trots op ben ik op mijn familie, mijn vrouw, die vanuit Spanje alles heeft achtergelaten om samen met mij hier te komen wonen. En onze twee hele mooie kinderen. En natuurlijk mijn ouders en mijn broers, die altijd voor ons klaarstaan. Mijn vrouw komt origineel uit Cuba, maar wij hebben elkaar leren kennen in Barcelona toen ik daar op vakantie was. En vanuit daar zijn we begonnen. Welke taal spreken jullie thuis? We spreken thuis Spaans. Nederlands. En sinds kort doen mijn dochter en ik een studie Chinees, dus af en toe komen er ook wat Chinese woorden voorbij. Ja? Hey Matthijs, hoe zou jij de samenwerking met je collega's omschrijven? Nou, onze samenwerking is eigenlijk hartstikke goed. Iedereen hier die is heel sociaal en open en zeker ook als je hulp nodig hebt, dan staat iedereen wel altijd voor elkaar klaar. Wat is jouw mooiste herinnering? Nou, mijn mooiste herinnering privé is natuurlijk de geboorte van mijn kinderen, de trouwdag en dat ik uit het vliegtuig sprong. En op het werk hebben we ook mooie herinneringen. Dus we hebben een keer tot 5 uur 's nachts door moeten werken om bepaalde spullen af te maken voor een klant. En dan staat iedereen klaar. Dus welke collega zou jij wel voor een dag willen ruilen? Ik zou het wel een keer leuk vinden om een dagje mee te lopen met een accountmanager. Dat je echt persoonlijk contact hebt met de klanten. Hey, en Matthijs, nog als laatste. Wat is nou de gouden tip binnen jouw vakgebied? Dat je gewoon zelfvertrouwen moet hebben en dingen moet doen. Spuiten is echt een vak wat je moet doen en van doen leer je. Dit was alweer de laatste serie van onze IB Behind the Scenes reeks. We zijn heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden, dus laat het ons vooral weten in de comments hieronder. Over 2 weken starten we met een nieuwe reeks. Ben jij benieuwd wat we daarin gaan doen? Blijf dan kijken. En voor nu, onze collega's, heel erg bedankt voor het meespelen. Dus proost hè jongens! Hey. Proost!